En nou zijn er vanavond nieuwe maatregelen afgekondigd die versoepeling van de richtlijnen geven. Maar hoe gaan we nou verder? Waar gaat het naartoe? Want we zitten hier toch zeker nog minstens een jaar mee. Dus hoe gaan we dat jaar doen? Ja, dat is een buitengewoon ingewikkelde vraag. En ik ben ook blij dat ik maar een eenvoudige burgemeester van Veenendaal ben. En niet minister-president Rutte op dit moment. Maar nee, zo is het natuurlijk niet. Goede adviseurs om zich heen. En ik begrijp ook dat dat nu breder geworden is dan alleen het medische deel. Want we moeten inderdaad gaan nadenken over hoe kunnen we dit verantwoord doen. En hoe is de verhouding ten opzichte van de ene kant de isolatie. Ten opzichte van de andere kant de mens die wel heel erg aan gezelschap hangt. Hè? Hoe gaat dat praktisch? Ja, ik merk het bijvoorbeeld aan mezelf al. Als ik, zoals u ook zei, buiten wandel. Dat ik automatisch op de stoep aan de rechterkant van de straat loop. En dat ik andere mensen aan de linkerkant van de straat loop. Dus misschien wordt dat ook wel het nieuwe normaal. Dat we, als we de ene kant op lopen, dat we aan de ene kant van de straat op de stoep lopen. En de andere kant. Om maar eens een voorbeeld te geven. Dat kan je in winkelcentra kan je ook looproutes doen. Is wel wat lastiger. We hebben er in de corridoren hier ook al over nagedacht. Of althans, er is al even over gesproken. Maar ja, als je in de ene winkel moet zijn aan de een. En dan vervolgens met de looproute heel de corridor uit naar de andere kant. Dan vraag je ook weer wat van mensen. En of dat dan ook praktisch zo werkt. Dus misschien moet je dan ook weer oversteekplaatsen maken waar je met extra ruimte zit. Horeca hebben we het net al even over gehad. Maar ook die contactberoepen. Mijn haar wordt ook al wat langer. Als ik straks bij de kapper zit, hoe gaat dat? Gaat hij met een mondkapje opwerken? En nou ja, praten we dan maar even niet meer tijdens de kapper? Het moment om even de laatste roddels uit te wisselen. Dus ja, op elk facet. Kerken. Ik krijg nu ook al de vraag van, hoe gaat dat in de kerk? Het kenmerk van de kerk is dat er veel mensen bij elkaar zijn. Ook gemeenschappelijk dingen doen. Maar ja, zo dicht bij elkaar, 1,5 meter ertussen, dan zou het in één keer in een kerk van 1000 man nog maar 200, 250 mensen kunnen. Hoe gaan we dat doen? Scholen, die staan er nu al voor. Kinderen zijn misschien toch wat minder besmettelijk. Dus zeker kleine kinderen, beneden de 12, kunnen wat makkelijker bij elkaar. Maar ik heb zelf een dochter in de middelbare schoolleeftijd, 14 jaar. Die meiden die klitten de hele dag aan elkaar. Hoe ga je die uit elkaar houden? Nou, dat zijn allemaal vragen. Dat moet groeien. En daar zullen ook weer dingen misgaan. Je zal ook zien dat daarmee ook weer wellicht een opleving komt. En hoe gaan we daar dan weer mee om? Gaan we dan weer in de kramp schieten helemaal stoppen? Of, nou, dat zijn allemaal zaken waar we tegenaan gaan lopen. En dan naar bevind van zaken moeten gaan handelen. Wat zeker wel meespeelt, is dat we weer moeten wennen. Dat we meer mensen gaan zien en dichter bij elkaar gaan komen. Dus je ziet nu al mensen, ook als ik in de supermarkt loop. Als je te dichtbij komt, dat je terugdeinst. En dat moeten we dus gaan ervaren hoe dat straks gaat lopen. En hoe gaat het in de veiligheidsregio? Want de burgemeesters van deze regio, die zitten natuurlijk bij elkaar om veiligheidsaspecten met elkaar te bespreken. Hoe gaat het daar? Nou ja, dat gaat heel erg goed. Wij zijn de veiligheidsregio is de hele provincie Utrecht in ons geval. Onder leiding van Jan van Zanen. Nou ja, Jan van Zanen is een zeer kundig man die ook zijn netwerken heeft. Dus die weet onze punten die wij als burgemeesters in Utrecht inbrengen ook goed te vertalen. En we voelen ons ook goed vertegenwoordigd. En natuurlijk heb je op details wel eens interpretaties met elkaar waar je het over hebt. Hè. Bijvoorbeeld de markt hebben we de discussie over gehad. Ik heb me erg hard gemaakt om de food daadwerkelijk wel op de markt te mogen laten houden. Dat is ook gebeurd. Maar ja, de non-food die klaagde toen van, ja, waarom mogen wij dan niet? Nou, daar heeft de veiligheidsregio heel duidelijk van gezegd. Het uitgangspunt is thuisblijven. Food is primair nodig. Non-food is dat niet, dus daarom een non-food niet. Nou ja, dat soort kleine discussies zijn er af en toe, maar verder hebben we prima overleg met elkaar.